Goedemiddag, dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Vanmiddag was er veel bewolking boven ons land en dat komt allemaal door toedoen van een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan. Bij dat lage drukgebied horen een aantal fronten en vandaag kregen we met het warmtefront te maken. Vanochtend vroeg vroor het nog licht in het noordoosten van het land, maar achter het warmtefront sijpelt warme lucht binnen, waardoor in Zeeland de temperatuur vanmiddag alweer was opgelopen naar 10 graden. En dat terwijl het in het noordoosten van het land nog een graad of 6 was. Nou, nu zitten we dus in de wat warmere lucht, vanavond ook, maar dan uiteindelijk vanavond laat gaat het vanuit het westen weer wat steviger regenen en dan komt het koufront weer door. En dat is ook goed te zien op deze modelanimatie. Wanneer het koufront door is, dan klaart het mogelijk eventjes wat op, maar door een volgende storing vanaf de Atlantische Oceaan krijgen we snel weer te maken met nieuwe bewolking. Morgen is het dus grotendeels bewolkt. Regent het van tijd tot tijd. En uiteindelijk komt morgenavond weer een actievere storing langs. En net als vandaag hebben we ook morgen te maken met een mooi frontaal systeem. Met het koufront boven de Britse eilanden vrijdag in het begin van de nacht en het warmtefront in onze omgeving. Daardoor de temperaturen de komende 48 uur hoog voor de tijd van het jaar. Smiddags toch ruim in de dubbele cijfers. Nou, vanmiddag was het dus 6 tot 10 graden op de meeste plaatsen. Daarbij was het bewolkt en viel er af en toe wat regen of motregen. En morgen komt er zelfs nog wat bij. Dan wordt het 11 tot 13 graden. De wind is dan naar het westen gedraaid, meestal matig boven land, windkracht 3 of 4. Maar aan zee wordt in de loop van de dag de wind vrij krachtig, tot s'avonds krachtig, dat is windkracht 5 of 6. Vrijdag is het dan alsnog zacht met 11 tot lokaal 13 graden. Dan is het een groot deel van de dag bewolkt. Maar als vrijdag het koufront is gepasseerd, misschien dat dan smiddags in, de, in het westen de zon eventjes doorbreekt. Er waait wel een stevige wind vrijdag uit het zuidwesten, vrij krachtig boven land tot krachtig of hard aan zee. En in de avond als de wind naar het westen draait achter het koufront, dan wordt de wind aan zee zelfs eventjes stormachtig. Ook het weekend is wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar nu en dan valt er ook wat regen of motregen. Zondag spreken we met name van buien. Zondagochtend is het dan nog nat, smiddags is het tot waker droog met af en toe de zon. En zowel zaterdag als zondag temperaturen rond een graad of 8. Op de lange termijn is te zien dat na het weekend de temperatuur langzaam naar beneden gaat. Dat heeft te maken met dat een hooggedrukt gebied richting Scandinavië verhuist... waar de wat koudere lucht onze omgeving kan bereiken. De temperatuur zowel s s'nachts als overdag die daalt. Volgende week liggen de temperaturen overdag rond onder de 5 graden. En s'nachts kan het dan licht gaan vriezen. Afhankelijk van of het bewolkt is volgende week of niet... weten we hoe hoog de maxima zullen worden. In geval van een bewolkt weertype ligt het kwik overdag iets boven nul... en s'nachts slechts iets onder... Is het een helder weertype, dan wordt het overdag een graad of 5 en kan het s'nachts misschien op een enkele plek zelfs matig vriezen. Hoe het er op de lange termijn uitziet is nog heel erg onzeker. Het lijkt erop dat we op de grens komen te zitten tussen de, koele lucht, of de koude lucht uit de Noordpoolstreken en de wat mildere lucht van de oceaan. Al met al lijkt het erop dat de temperatuur wat gaat stijgen in de periode, maar op het grensvlak van die koude en de zachte lucht kan het maar zo zijn dat het af en toe wel eens tot winterse neerslag komt. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl